De fabriek in de Jensiusstraat. Misschien wel het meest omstreden gebouw van het Oude Noorden. Wij doken in de geschiedenis. Ja, dat is voor de fietsfabriek, was een meubelfabriek. Grootvader was rijwielhersteller, zoals dat heette, dus fietsenmaker. Dus het moet gesloopt worden. Timmerwerkplaats. En dit was ook echt de eerste ontruiming in Rotterdam met het 8-uur-journaal wat we gehaald hadden. Toen werd er dan ammoniak gegooid. Afleiding of sturing aan de kraakbeweging. En kraken en politie was natuurlijk water en vuur. Als je ineens thuis komt en je voordeur blijkt beschilderd te zijn door onmiskenbaar de kraken. Er wordt gevochten. Er wordt een pistool getrokken door een politieman. Er wordt geschoten. Eind 83 werd de fabriek gekraakt door Frans. Jammer genoeg wil hij niet op tv. Wij spreken met Dave Swaap, een van de eerste krakers. Rechts in beeld ziet u een film die hij maakte. Oké, nou, we zitten op het binnenterrein van wijkgebouw Het Klooster. Naast me zit Dave Swaap. Dave, jij was vanaf het begin betrokken bij de kraak van de fietsfabriek, hè? Ja, dat klopt. Ik had net een opleiding gedaan, theateropleiding. Ik was op zoek naar een ruimte om zelf wat te beginnen met mijn theater. En ik woonde ernaast en ik zag daar Frans. Frans? En wat Frans, alleen. Ik weet zo acht. Frans naar binnen lopen en vroeg wat hij aan het doen was. Met een stoel liep hij naar binnen. Hij zei: ja, we gaan dit gebruiken. En ik ben toen meegelopen en heb toen een van die ruimtes uitgezocht. Een prachtige ruimte, heel groot, veel licht. En dat wilde je als ruimte om te gaan repeteren? Repetitie en dan natuurlijk wilde plannen in die tijd om het te ontwikkelen tot een studio en alles erop en eraan. En dat kon ook, want het was groot genoeg natuurlijk. Ja. Hey, al gauw kwamen er veel meer initiatieven. En hebben jullie die initiatieven ook voorgelegd aan de bewonersorganisatie, aan het projectbureau? Hè? Dat was een beetje een probleem natuurlijk. Die initiatieven die waren er. Die waren er sowieso in die wijk, want die wijk was heel levendig met allerlei verschillende mensen. En die hebben dus zijn eerst naar binnen gelopen, gekraakt. En toen hebben ze het voorgelegd aan de BOM en het projectbureau. En daar waren zij niet zo blij mee. Terwijl zij daar natuurlijk op zich eigenlijk heel erg blij mee zouden moeten zijn. En die vonden dat het allemaal niet door kon gaan. Hey, een van de dingen die toen gezegd werd, was dat al die projectjes en al die dingetjes die erin zaten, die hadden geen levensvatbaarheid. Nou is mijn vraag, hoe is het met je toneelclubje? Afgelopen. Met mijn toneelclubje. Ja, ik ben inmiddels, het is 10 jaar geleden alweer. En ik ben nog steeds theaterregisseur. En ik heb inmiddels me verder ontwikkeld tot een professionele regisseur die gewoon landelijk werkt. Veel werk heeft en ook een gesubsidieerde club onder mijn hoede had eigenlijk. Daar ben ik nu pas mee gestopt. Maar dat heeft zich gewoon helemaal verder ontwikkeld. En in het klooster, onder andere in het Oude Noorden, zijn je natuurlijk. Grappig is dat ik toevallig nu, dus, of dat is niet zo grappig, maar ik heb hier ook gewoond, heel lang nog. Ik ben inmiddels wel verhuisd naar een ander deel van de stad. Maar ik heb natuurlijk altijd een soort contact gehouden hiermee. En dus die school hiernaast, de Hammerschool, dat was een soort wisselgeld voor die fabriek. En daar had ik ook een tijdje een atelier, een soort repetitieruimte. Ik heb een tijd in Amsterdam gewerkt en zo. En ik ben vanaf het moment dat ik weer in Rotterdam ging repeteren zelf, werk ik eigenlijk hierboven in die theaterzaal, de Kapelzaal. De Primazaal. En ja, zo ben ik weer eigenlijk weer de Oude Noorden. Volgende week in de fabriek. Wat gebeurde er nog meer?